Volgens Mohani Ramnath, resortcommandant van Paradise, is de politie al geruime tijd bezig met controle in het Bijipang-gebied op naleving van de wetten die van toepassing zijn. Een veel voorkomende overtreding is dat men dammen doorsteekt, maar ook het jagen op verboden vogelsoorten vormt nog een punt van zorg. We zijn al geruime tijd bezig. Zoals u weet, dat is Bijipang-gebied een natuurreservaat. En bepaalde handelingen zijn daar dan niet toegelaten. Het schieten van bepaalde vogelsoorten is geheel verboden, terwijl er ook verboden is om kleine diertjes zoals kuikens van deze vogelsoorten bij zich te hebben. We zijn al geruime tijd bezig, zoals ik u al gezegd heb. En hier en daar hebben we wel aanhoudingen verricht. De mensen moeten dan voor na overleg met de AG een boete betalen. En als indien ze buitenprocesafhandeling wensen. Onlangs hebben we dan garnalenseizoen gehad. Het is ons gebleken, informaties heeft ons ook bereikt, dat er door menselijke handelingen er dambreuken ontstaan. Waardoor heel wat zeewater binnen het pangebied komt, waardoor het ecosysteem ontregeld wordt. We lopen dan kans dat na een bepaalde tijd dat er dan geen bepaalde diersoorten of vissoorten er niet meer zullen zijn. Doordat het ecosysteem dan zodanig aangetast is. We doen deze controle, wat garnalenseizoen betreft, doen we deze controle samen met de manschappen van LBB. En in het bijzonder letten we op waar dambreuken zijn aangebracht. En of er gebruik wordt gemaakt van vuiken, want dat is verboden. Ook bij netten is een bepaalde grootte toegestaan in het Bijipang-gebied. We hebben een aantal van deze mannen ook kunnen identificeren. Ze zijn binnengebracht, ze hebben boete betaald en buiten proces laten afhandelen. Hun spullen zijn in beslag genomen, de vuiken, netten, etc. Bij een van het geval is ook een jachtgeweer in beslag genomen. Deze meneer had de backlimit overschreden van de zogenaamde wiswisis. En daar is een jachtgeweer dan in beslag genomen en ter beschikking gesteld van de procureur-generaal. Wat wij ook vernomen hebben is dat via de oceaan, via de zee, er ook vreemdelingen ons Bijipang-gebied binnenkomen. En zo ook hun garnalen daar vangen en vissen en dan weer langs dezelfde weg teruggaan. Dus een controle is op zijn plaats. Wat wij ook geconstateerd hebben, zaterdag was ik voor oriëntatie naar onder andere Christine, Burnbush, Amandra en andere namen. En het is gebleken dat men op een heel simpele manier, eenvoudige manier, een sleephelling gemaakt heeft. Vanuit het Bijipang-gebied naar de Atlantische Oceaan. Gewoon met boomstammen, hele dunne boomstammen en of takken. En dan heeft men gewoon dusdanige dingen gezet dat je de boot gewoon kan slepen van het Pangebied naar het oceaan als het vloed is. En daarop moeten we dan inspelen zodat men niet doorgaat met deze handelingen. En deze handelingen zijn strafbaar gesteld. Volgens Ramnath zijn er zeker 3 illegalen aangehouden die conform de wet op illegale worden ingesloten, terwijl ze ook een boete van 10.000 Surinaamse dollar moeten neertellen. Ook daarna blijven de illegalen ter beschikking van de vreemdelingenpolitie hangende de afwachting tot uitzetting.